Klinkt je volwassen, hè, opeens? Ja. Zo'n toon naar beneden. Heel laag. Goeienacht. Goeienacht. Ja, voordat wij er dan wat over zeggen, wat vind je er zelf van Jordy van Loon, remix van Armin van Buuren van jouw track? Ik hoor net aan mijn slaap gebeld. Ja, dat begrijp ik. Het is vijf over vijf. Ik hoor net dat hij de hele nacht mee bezig is geweest. Maar je hoort zeker dat het wel... Het is fantastisch. Ik vind het heel erg leuk. Het is fantastisch. Het is beter dan het origineel, Jordy. Het is echt te gek, dit. Oké, nou ja, het gaat beter, jongen. Het is niet te geloven. Ik zat er stuiteren op deze track. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Ik vind wel dat je dan verschillende, doelgroepen raakt hiermee. Ja, ik denk dat je voor een breder publiek gaat in de Nu helemaal, ja. Zeker. 15 jaar is al met doelgroepen bezig. Heel goed. Ja, en dan ook remix door iemand die niet de meeste is. Dus ja. Nee, maar mijn credibiliteit ligt nu wel op de grote markt hier. Dat dan weer wel, ja. Wat zegt er, sorry? Nou, dat hij wel een reputatie heeft omhoog te houden en dat hij die er compleet ingestopt heeft. Dat is wat je zegt, toch? Dat wel voorbij is nu. Ik heb gewoon met hele beperkte middelen dit heb ik moeten doen. Nogmaals, ik heb hier tussendoor ook nog... Geen gelul, Armin. Ik vind het een goede track. Dit is beukt als de tering en het gaat tekeer. Jordy, zou die op je cd'tje qua single kunnen komen, denk je? Sorry, laat ik me even één ding denken. Je bent nog jong natuurlijk. Als artiest zeg je altijd ja en je management zegt dan achteraf... We weten niet helemaal of het goed bevalt bij alle bejaardentehuizen, dus we doen het maar niet. Maar ik zou jou zeggen. Nou ja, in het kader van de ochtendgymnastiek juist misschien wel. Ik denk dat mijn stem wel weer gewoon normaal een beetje moet klinken. Dan denken mensen van hype en baat is je krum over niet. Maar ja, je hebt toch, dat is toch helemaal niet erg om het ouder te klinken. Nee, maar Jordy, maar wat ik net zei, ik vind het vind het echt heel leuk. Jordy, maar luister, ik ben natuurlijk wel door de jongens hier van 3FM natuurlijk. We hebben dit een beetje democratisch gedaan. Ik wil mezelf nou niet verdedigen, maar het enige wat ik wil zeggen is dat net met Koen en nu ook met jou hebben deze remix eigenlijk ook een beetje democratisch zo samengesteld. Want jullie zeiden, de coupletten die gaan, het ritme wordt anders. Nou ja, goed. Ik vind het ook te gek. Punt. Ja, oké, dankjewel. Nou ja, graag. En, ik hoop, hou eens. Nou, mooi Jordy. Dat is fijn te horen. Dat is te gek om te horen. We gaan je later spreken deze week, want je bent de maker van het themalied van Serious Request. Dus dat, ik hoop je nog een keer te zien hier ook op het podium. Ja, dat vind ik erg leuk. Oh, ja, goed.
Ja, je mag blij zijn dat het geen gabberversie is geworden, anders had je je kop kaal moeten scheren en had ik je verwacht. En het regent een pakje woensdagavond. Dus ja, het komt aardig in de buurt. Okay. Ik hoop trouwens wel even dat iemand dit nummer wilde aanvragen bij deze. Wilden jullie dat nummer horen hier toevallig? Nee. Er wordt neergeschud. Er is één iemand zijn duim omhoog. Ik dacht, ja, alles gaat op verzoek hier namelijk. En nou ja, anders is het nummer zo vaak aangevraagd, dat zit ook wel helemaal goed.